Letterlijk een bus vol kleding stopte donderdag voor de deur van het Leger des Heils aan de Dubbeldamse weg. Nou, ik ga het eerst maar eens even uitleggen. Mooi eens even kijken hoe mooi. Deze mensen hebben geen woning en zijn een groot deel van de dag buiten. Ze kunnen de kleding goed gebruiken. Ja, ze hebben dit echt nodig, want de kleren die zij hebben, die gaan natuurlijk ook kapot en voldoen niet. En het is altijd fijn om toch nog een extra, of een sjaal, of een trui te hebben, of sokken. Want ook sokken hebben wij en mutsen. De dagopvang lijkt wel een kledingwinkel. De klanten zijn tevreden. Ja, is goed. Ik ben blij, ja. Is heel mooi. Zij krijgen de kleding gratis. De truien zijn dan ook niet gekocht, maar gebreid door mensen uit heel het land. Wij hebben 1,5 jaar geleden hebben wij in verband met het 125-jarig bestaan van het Leger des Heils, hebben wij gevraagd aan mensen in Nederland, binnen het leger en buiten het leger, of ze ons wilden helpen. We wilden zo graag 125 truien, 125 mutsen, 125 sjaals hebben. En in een tijd van 3 maanden hadden we meer dan 1000 dingen die mensen hadden gebreid. Vooral heel veel sjaals, heel veel mutsen. Truien is vaak voor mensen toch moeilijker om te breien. Dus daar zijn er wat minder van. De actie is een succes en het blijft dus niet bij een eenmalig iets. We stoppen niet. We zijn echt nog op zoek naar breiers en breisters die vooral truien voor ons willen breien. Want we hebben zoveel mensen die een trui nodig hebben en waar de kachel niet een standje lager is, maar waar helemaal geen kachel is. Smiddags is er ook nog kleding uitgedeeld aan het Kasperspad en bij het Leger des Heils in Rotterdam.